Gordon Raman, broer van de vermoorde journalist Leslie Raman, is vandaag toegetreden tot het comité slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld. Hij is officieel gepresenteerd tijdens een persconferentie waarin uitvoerig is ingegaan op de herdenking van de 8 december moorden. Het comité onder leiding van Humphrey Yeru ging in op de nationale conferentie over dialoog en verzoening op 9 december, terwijl comité-lid Sandeo Hira hoopt dat hij een uitnodiging van de nabestaanden krijgt om de reguliere herdenking bij te wonen. En dan zal er een rondetafelgesprek komen tussen Sandeo Hira, Massi Fleming, Henk Amstelveen en mogelijk nog iemand. Zij gaan dus aangeven hoe het is geweest, dat eerste gesprek dat Sandeo Hira had met deze mensen. Het zijn allemaal mensen die nabestaanden zijn of slachtoffers zijn geweest van politiek geweld. En hoe het toegegaan is tijdens dat eerste gesprek. Hoe mensen eigenlijk vanuit een bepaalde situatie naar elkaar toe kunnen groeien. Om uiteindelijk op een pad te belanden om samen gezamenlijk voor te gaan in dialoog en verzoening. Beseffen echter dat in het klimaat van discussies die er zijn geweest de afgelopen 2 jaar, dat als wij daar onaangekondigd, onuitgenodigd zouden komen, dat het niet goed zou worden ontvangen. Dus daarom gaan wij niet onaangekondigd en onuitgenodigd daar. Maar we hopen wel van harte, via deze oproep, dat we een uitnodiging zouden mogen ontvangen om bij de herdenking te zijn van de slachtoffers van 8 december, waaronder onze broers. En hopen dat dat een eerste stap kan zijn om geen onderscheid te maken naar hoe we leed ervaren en pijn en verdriet ervaren. En dat het feit dat mensen dit soort bijeenkomsten organiseren goed is en eigenlijk een nationale bijeenkomst zou moeten zijn, de herdenking van 8 december. En niet alleen een bijeenkomst van mensen die het politiek met elkaar eens zijn of hoe je aankijkt tegen dialoog en verzoening. Het nieuwe lid Raman zei bij zijn introductie dat hij tijdens de Nationale Verzoeningsconferentie zal ingaan op zijn besluit om zich bij het comité aan te sluiten. Ik was hier vorig jaar bij de Dag van Nationale Rouw. En ik heb besloten dit jaar er weer bij te zijn om het pad van verzoening te mogen bewandelen. Eigenlijk zou ik het hierbij willen laten, want alle andere dingen zal ik zeggen op het forum, de conferentie die gehouden wordt, waar ik kan eindelijk eens een keer namens mezelf iets kan zeggen, in plaats van jaren en jaren anderen te horen zeggen, ik spreek namens de nabestaanden. U heeft hier een echte nabestaande die het eens een keer zelf zal vertellen. Gordon Raman, broer van de vermoorde journalist Leslie Raman. Hij is vandaag toegetreden tot het comité slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld.